Mijn naam is Broemel van Diepenstein. Hier ben ik dus. Hè. En ik speel samen met Wim Obroek in de nieuwste Palm commercial. Ik werd gekozen omdat ik dus symbool sta voor de authenticiteit van Palm. Net zoals Wim dus. Hè. Wim schreef ook het nummer Bring Back. Goh, ik krijg er nog altijd kippenvel van, hè. Ja, dat nummer zong hij met enkele bevriende muzikanten. Mij hebben ze natuurlijk bedankt voor de zangopname. Zo. Ik hinnik zo vals als een kat. Hè. Maar ondertussen heb ik me wel goed geamuseerd buiten, hoor. De hele dag werd er palm geschonken om mooie beelden te draaien van een perfecte schuimkraag. Maar ik dronk alleen maar water, hoor. Ik hield me wel een beetje in, maar de anderen... Nee, ik ben nooit zenuwachtig geweest. Het was trouwens niet de eerste keer dat ik in een tv-spot voor Palm opdraafde. Hè. Maar met een bv-speler is natuurlijk wel wat anders. Hè. Maar het klikte meteen. Wim gaf mij voortdurend schouderklopjes. Zo wist ik dus dat ik goed bezig was. Hè. Jongens, een reclamespot opnemen, dat is werken als een paard. Hè. Die buitenopnames begonnen al om 6:00 AM. Die regisseur wilde de opkomende zon filmen met Brussel op de achtergrond. Maar ja, daar stonden we dan, in de mist. En geen Brussel te zien. Gelukkig zijn daar computers voor. Galopperen over de velden zag Wim niet zitten. Hij was er echt niet gerust in, want hij had nog nooit paard gereden. Maar ik mocht het vooral niet persoonlijk nemen. Mijn manager Manu is dan even in Wims kleren gesprongen om hem te vervangen. Maar dat mocht ik eigenlijk niet zeggen, dat is een geheimje. Dus niet verder vertellen, hè. Mondje dicht, hè. Hoe raak je nu in godsnaam in een bushokje? Amai, het duurde wel even voor ik mijn draai vond. Niet makkelijk als iedereen op je voeten staat te kijken. En als je dan regen moet hebben, schijnt de zon. Geen probleem, de regenmachines worden bovengehaald. En plots regende het in Schaarbeek. Ongelooflijk, hè? Ja, daar schrok ik wel even van. Ik ja. Ben ook voor het eerst in mijn leven op café geweest. Ja, maar met mijn dik achterste kon ik niet binnen langs de gewone deuren. Gênant moment. Gelukkig was er een brede deur aan de zijkant. Wim en ik mochten er van de Waardienvogelpik spelen. Yeah! De Kaarwas, dat was voor mij echt de grootste ervaring. Het was wel even wennen, maar het is echt een handig ding om van je modderpoten af te geraken. Ik denk dat ik nog eens terug ga. Ja, toen ze me vertelde dat ik voor de opnames naar de stad moest, heb ik geen moment getwijfeld. Ik vond het een hele uitdaging, want ik ben nu een paard van de wereld. Misschien raak ik toch nog ooit van stal. Maar ook al ben ik nu een BP, dus een bekend paard, ben ik veranderd hoor. Ik sta nog altijd met mijn 4 voeten op de grond. Maar het was wel eens leuk om 2 dagen als ster behandeld te worden. Zo. Je wordt serieus geswanjeerd, opgeblonken, bewonderd, geaaid. Op een bepaald moment dacht ik zelfs dat ik fanmail kreeg. Maar helaas, ja. Maar ik heb geen sterallures gekregen, hoor. Ik was al blij dat er lekker gras en hooi op het menu stond. En een George Clooney zou daar niet content mee zijn. Dames en heren, als u me nu even wilt excuseren, want ik heb nog een ander interview.